Hi allemaal, mijn naam is Ilse en ik kom hier vanavond vanuit een hele lege club jullie een yogales geven. De meeste van jullie kennen mij misschien via de Pilates, maar ik ben ook yogadocent. En vanavond gaan we een rustige flow yoga doen. Dus ik wil je vragen om net zoals ik op je mat of op een tapijt of op de grond te komen zitten. Heb je wat last van je knieën, kun je even een kussentje pakken. Leg je handen op je knieën. Doe je ogen dicht. Laat je schouders via je oren zakken in je bovenrug. En dan ga je heel rustig met je aandacht naar je lijf. Voel waar je benen de grond raken. Je zitpotten. En vanaf die zitpotten begin je wervelkolom op te stapelen. Dus wervel voor wervel op elkaar. Eén lange rechte lijn. En je schouderbladen een beetje naar beneden. Dat je ruimte hebt tussen je oren en je schouders. Maak je nek wat langer. Misschien je kin een beetje richting je borstbeen. Begin je ogen te ontspannen. Je wangen. En je kaak. En dan verleg je je aandacht naar je ademhaling. En adem in via je neus en breng je adem helemaal richting de kruin van je hoofd. En adem uit, laat je adem rustig naar beneden zakken, helemaal tot aan je zitpot. Adem rustig in. Hou je kaak ontspannen. Je ogen zachtjes zacht. En adem uit, weer helemaal naar beneden toe, tot aan je staartbeen. Nog één keer, adem in. En adem zachtjes uit. Bij je volgende inademing breng je handen samen voor je hart. Breng je blik weer naar buiten toe, naar voren op de mat. En kijk weer voor je. En op een inademing breng je armen via de zijkant omhoog. En op een uitademing laat je ze zacht weer zakken naar je hart. Nog één keer, adem in. Zoals ze zeggen, al die chi, al die energie raap je bijeen. En adem uit, breng hem naar beneden toe je lijf. Vandaag gaan we een rustige vinyasa flow doen. Ik geef opties aan. Belangrijk is dat je goed naar je lijf luistert en de optie kiest die bij jou past. Op een inademing breng je linkerarm over je heen, sisje. Halverwege stop je. Leg je hart richting het plafond. En verdiep. Op je volgende inademing kom je terug omhoog, beschrijf een halve cirkel, plaats je rechterhand aan de buitenkant van je linkerknie, duw jezelf omhoog en kijk over je linkerschouder heen. Doen we nog één keer, adem in, breng je arm over je heen, adem uit, kom terug, hand op je knie. Maak je eerst lang, duw je zitpot in de grond, breng je navel naar binnen en kijk over je schouder. Er zit vrij veel kracht op je hand. Wissel dan van kant, dus je andere been. Breng nu je rechterarm over je heen, C-shape, alsof je een halve cirkel. Draai opnieuw je borstbeen en dan verleng. En adem uit, breng je linkerarm over je heen aan de andere kant. En twist. En op een inademing, laatste keer, breng hem over je heen. Hou je arm lang, voel de rek in die schuine buikspieren aan die flankkant. Kom terug omhoog, duw je navel naar binnen. Nou, duw je hand tegen je been aan en kijk over je rechter.
Kom terug naar het midden. Zet je handen voor je neer en kom op voor omhoorsted. En dan maak je een holle rug op een inademing. Kijk omhoog. En op een uitademing breng je je staartbeen onder je. En breng je je staartbeen richting je hielen, richting je child's pose. En adem in. Duw je borstbeen omhoog. Kijk omhoog. Hou die wanda's aangespannen. En adem uit. Kantel je bekken. En voel de stretch in die hele wervelkolom. Laatste keer. Adem in. Kom omhoog en adem uit, Sishé. Kom naar achteren. Kom terug op handen en knieën. Dan strek je je linkerarm omhoog en je rechterbeen. En hou hem lang. Hou hem lang. Zet je hand terug, adem uit en breng je knie richting je neus. En adem in, maak je lang. Lift dat hart. Span je billen aan, hou je nek lang en adem uit. Breng je knie naar je neus. Doe het nog één keer. Adem in, lengte. En als je het fijn vindt om je rug recht te houden of je hand op de grond, doe dat. En adem uit, maak je klein. Dan zet je je handen neer en dan strek je opnieuw je rechterbeen naar achteren. En dan draai je over je knie. Je voet naar de zijkant van je mat en je zet je andere voet op de grond en je komt omhoog in de zijwaartse plank vanaf je knieën. En maak je weer lang, adem in. En op een uitademing duw je jezelf omhoog en sisje heb je naar je been toe. Hou dat staartbeen naar voren, schouder naar achteren, kijk naar het plafond. Doe het nog één keer, adem in. Maak lengte. Voel de stretch aan de zijkant. Span buik en bilspieren aan. En adem uit. Kom naar de andere kant. Zet je handen opnieuw aan de voorkant van de mat. Draai over je knie terug. En zet hem neer. Hetzelfde doen we aan de andere kant. Adem in. Maak lengte. Sishé. En adem uit. Knie naar je neus. Adem in, maak lengte. Nogmaals, je kunt je hand neerzetten. Span goed buik en billen aan om die rugspieren te beschermen. En adem uit, maak je klein. Voel weer die rekking. Laatste keer, adem in. En adem uit. En nu draai je de andere kant op. Zet je voet weer aan de zijkant van de mat. Duw jezelf omhoog. Breng je linkerarm over je heen. Sisje, voel de lengte. Span buik en billen aan. En adem uit. Kom naar je been toe. Adem in, lengte, lengte, lengte. En adem uit. Breng het naar je been toe. Laatste keer. Adem in, lengte, en adem uit naar je been toe. Zet je handen terug, draai terug over je knie, strek je been door, zet hem neer, krul je tenen en duw jezelf in de eerste downward facing dog. Doe je staartbeen omhoog. Voel dat je echt een stretch hebt aan de zijkant. Dat je echt die ribben richting je bekken duwt en je schouderbladen in de grond. Kijk naar je voeten toe en dan begin je te lopen in je down dog. Dus je buigt één been naar de ander. En je kunt als je wilt tussen je oksels, door je oksels naar boven kijken, waardoor je ook een kleine twist hebt. Zet je voeten stil. Dan til je je rechterbeen op omhoog. Adem in. En adem uit. Breng je schouders boven je polsen. Knie naar je neus. Maak je klein. En zet je knie op de grond. Dan adem je in. Opnieuw til je je been op. Kijk naar voren. Zet je been terug. Hou je tenen op de grond.
Breng je knie naar je borst en duw het gewicht naar achteren. Helemaal achteren en omhoog. Doen we nog 2 keer. Adem uit. Zorg dat je goed je schouders boven je eventueel knie al neer. Dan zet je hem neer. Dan til je hem op. En zet je voet terug. Knie richting je borstbeen. En duw hem terug. Laatste keer. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. En terug. En neer. Bij je volgende inademing breng je opnieuw je knie naar je borst. Kijk je naar de voorkant van je mat. En plaats je voet aan de voorkant van je mat. Zet je knie neer. Je linkerknie. We gaan die psoas wat opstrekken. Spier die we heel erg verwaarlozen in deze tijd. Doordat we veel zitten en die stijf wordt, waardoor we soms niet rugklachten hebben. Nou, hier duw je bekken naar voren, duw je navel naar binnen, borstbeen op en maak lengte. Maak je lang. En adem uit, zet je handen terug. En strek je been door. Hoeft niet helemaal, breng dan je billen naar achteren. Kijk hoe ver jij die hamstring kunt doen. Heb je langere hamstrings, kun je je teen optrekken en flex je voet. En we gaan nog 1 keer adem in. Kom terug omhoog. Blijf hier. Span je billen aan. Nou duw je handen naar de zijkant. Breng je buik naar voren. Breng je armen naast je oren. En duw jezelf weer omhoog. Voel die rekking aan de andere kant. In je boven je schoot. En duw weg. Kom naar voren. Armen naast je oor. Hou die lengte en druk. Kleine big bend. Nog 1 keer. In. Adem uit. Adem in. Let op. Zet nu je handen terug. Voorwaarts op de mat. Krul je teen. En duw jezelf terug in een downward facing dog. En loop opnieuw in je downward facing dog. Hou je staartbeen omhoog. Zorg dat je niet te veel gewicht op je pols hebt. Dus duw jezelf naar achter en duw je navel naar binnen. En dan til je het achterste been op. Adem in. Breng opnieuw je schouders boven je pols, je knie naar je neus. Zet je andere been neer. Til je been op. Maak je lang. Zet je voet terug op de grond. Duw jezelf omhoog en het gewicht opnieuw naar achter naar die three-legged dog. Hou die heupen gelijk. Adem uit. Adem in. Til op. Zet hem terug. Krul die teen. Knie naar je borst en duw jezelf naar achteren. Doen we nog 1 keer. Dus kom naar voren. Voel die schouders boven je pols. Maak je klein. Goed ook voor die buikspieren. Adem in, lengte. Zet hem terug. En kom opnieuw terug. Let op. Bij de volgende schouders boven pols de knie naar je borst. Zet je voet aan de voorkant van de mat. En zet die rechterknie neer. En we gaan opnieuw naar die psoas. Maak je lang. Lift je borstbeen. Span die billen aan. En duw dat bekken naar voren. En zet je handen terug op de mat. En adem uit, strek dat been door. Jij kijkt hoe ver wil je brengen naar achteren. Eventueel flex je die voet door. En kom opnieuw. Naar die lage lunge. Met die backbend. Hou je schouders van je oren. En dan gaat hij duw. Voel die schouderbladen in je boven. Dan breng je armen naar boven toe. Maak die lengte. En opnieuw. Adem uit. Kom naar voren. En adem. En nog 1 keer. Duw ze weg. Buik naar boven brengt. Terug naar voren. Zet je handen terug op de grond. Til je knie op. Three-legged dog. En zet hem neer.
Dan breng je opnieuw je schouders boven je polsen. Rol naar plat. Blijf hier even staan en zet dan je knieën neer. We gaan naar een lage plank. Borst naar voren. Dan duw je je buik naar voren en kom je in cobra. Lift je borstbeen als je wil ook naar een abdak. En adem uit, kom terug naar beneden. Leg je buik neer en zet je vingertoppen aan de zijkant. Elleboog omhoog. Duw jezelf omhoog. En improviseer wat. Het hoeft niet aan twee kanten tegelijk, we zijn vaak heel lineair bezig. Maar voel waar je even behoefte aan hebt. Op daar van rechts naar links. Je hoofd volgt de beweging vanzelf. En kom terug. Dan zet je je handen onder je schouders. Krul je tenen via je knieën. Duw jezelf terug naar een down dog. Kijk naar de voorkant van de mat met twee grote stappen. Kom je naar de voorkant van je mat. Invold en ontspan je even. Laat lekker weer het lijf gaan. En adem in, maak lengte. Lift je borstbeen op. Zet je handen onder je knieën. Duw je navel naar binnen. Schouders in bovenrug. Voel de strekking in je hamstrings. En adem uit. Duw je navel naar binnen en ontspan. Doe maar nog één keer in een flatback. Zet je handen onder je knieën. Je mag ze ook op de grond houden. Maak lengte. En adem uit. Kom terug naar beneden. Adem in. Armen komen via de zijkant helemaal naar boven toe. Adem in. En adem uit. Zet je handen voor je borstbeen. Schouders in je bovenrug. Sluit even je ogen. En ga terug naar je lijf. Kom je voeten op de grond. Ontspan je kaak. Misschien voel je je bil- en buikspieren die we hebben geactiveerd. Open je ogen en breng je armen via de zijkant terug omhoog. Adem in. En adem uit. Arm via de zijkant of het midden terug naar je voet. En adem in. Maak lengte. Kan ook weer onder je knieën, flatback. En adem uit, kom terug naar voren. Zet je handen neer en stap in een downward facing dog. En dan adem je in en dan til je je linker of rechterbeen omhoog. En adem uit, breng je knie naar je borstbeen. Kijk naar de voorkant van de mat en zet je voet aan de voorkant van de mat. Zet je andere voet ook neer op de mat. Duw er veel gewicht op. Dan breng je je heupen gelijk. Lukt dat niet, stap je ietsje meer uit met je achterste voet. En kom je omhoog in een eerste krijger. En als je wat schuin bent, draai je heupen naar voren. Zorg wel dat je knie goed boven je enkel is. Maak lengte. En adem uit. Draai jezelf in een tweede krijger. Zorg goed dat je die knie naar buiten duwt. Je staart bijna voor en veel kracht op die voet. We gaan naar een reverse warrior. Breng je arm over je heen. Voel de stretch aan de zijkant. Hou vast. Duw dat borstbeen omhoog. En op een uitademing verlengen we de tweede krijger. Dus je onderarm op je bovenbeen te leggen en je arm over je heen te brengen. Hou contact met die achterste voet. Duw hem in de grond. De kracht zit in je voeten. Nog één keer adem in. Kom omhoog. Eén ademhaling hier. Adem in. En adem uit. Terug naar de reverse warrior. Maar let op. Cirkel je arm helemaal door. Zet je hoofd naast je voet. Lift je achterste hiel, zak misschien met je billen, je kunt altijd je knie neerzetten en twist. En let op, je arm komt via de grond naast je oren. Adem in, maak lengte. En adem uit, breng hem helemaal naar achteren. Nog één keer adem in lengte.
en adem uit. Zet hem terug aan de voorkant van de mat en stap in een plank. Je kunt je knieën neerzetten of vanaf de grond houden en kom in een Chaturanga Dadasana, lage plank. Cobra of Akko, lift je borstbeen en adem uit, downward facing dog. Hetzelfde doen we aan de andere kant. Lift je been omhoog, adem in. Adem uit, breng je schouders boven je pols, breng je knie naar je borstbeen en zet je voet aan de voorkant van de mat. Achterstiel neer, duw de hiel weer goed in de grond. Voel de kracht van je voeten en kom omhoog. Dan voel jezelf even zo staan in die eerste krijger. Knie boven enkel, duw richting je kleine teen. Kracht op het achterste been en armen naast je. Dan duw die heup gelijk, speel er maar bij. En adem uit, dan kom je naar een tweede krijger. Kijk uit dat je niet te veel naar voren gaat, dat je het gewicht echt schouders boven je heupen brengt. En op een inademing komen we naar die omgekeerde krijger. Die inverse warrior. Nou duw jezelf daarin. Mag altijd je hand op je onderrug en adem uit. Onderarm op je bovenbeen of hand naast je voet. En open. Eén ademhaling hier, adem in. En adem uit. Kom terug naar de reverse warrior. Blijf duwen in je voeten op de grond. Duw jezelf omhoog via je voeten. Span je buik en billen aan. En adem uit. Cirkel je armen terug. Zet je hier los, plaats je hand naast je voorste voet en twist. En laat dat arm lekker gaan, laat hem gaan. Open je hart. Misschien heb je de hele dag gezeten en is het echt even lekker om helemaal te openen. En adem in, maak lengte. Arm naast je oor en adem uit. Kijk die hand naar. Kijk hem helemaal naar achter. Doe hem nog één keer. Adem in. En adem. Zet je hand terug op de mat. Stap in een plank. Je kunt je knieën weer neerzetten. Naar beneden. Cobra of abdak. Span die billen aan in een abdak. Laat niet alle kracht in je rug zitten. En downward facing dog. Kijk naar voren. Stap nu met je handen, met je voeten aan de buitenkant van je handen. Dus buig ze. En stap. En zak met je billen. Je hoeft niet je hielen op de grond te houden. Je kunt ze van de grond houden. Je kunt je handen ook voor je brengen. Of als je neer hebt, breng je handen voor je borstbeen. Himalasana. En beweeg een beetje. India. Zet je handen achter je neer. Kom zitten. Buig je benen. Breng je handen voor je. Ontspan je schouders. Heb je meer? Strek je benen door. Dan breng je de benen en armen een beetje naar achteren. En kom je omhoog. Is dat te veel? Buig je ze. En adem uit. Leg je benen neer. Maak je lang adem in. En adem uit. En kijk. Waar precies? Je tilt dus jezelf je buik op. En je brengt je buik naar je bovenbeen. Je mag je benen altijd een beetje buigen. En dan kijk je waar je neerkomt. En ontspan. Duw jezelf terug omhoog. En rol af naar beneden toe. Wervel voor wervel. En ga liggen. Dan draai je jezelf door vanaf je rug op je buik. Misschien wil je zoals ik jezelf even verplaatsen als je een mat hebt. Dan strek je je linkerarm naar voren. Je zet je arm neer en je rolt zich maar op één van je zijkanten. En je zet je benen achter. Voel even de opening. In die heup. Als je het nou fijn vindt, kun je arm ook schuin naar achteren. Helemaal naar achteren brengen. Misschien zie je het straks van de andere kant meer.
Wil je nog meer? Pak je voet vast en open. En duw dan met die voet in. En kom terug naar beneden. Nogmaals, je kunt je arm gestrekt houden of naar de buitenkant. Zet je andere hand op de hoogte van je schouder en duw op je andere zij. Breng je voet naar achteren. Voel die stretch. Eventueel, als je meer wil, kun je je voet vastpakken en duw jezelf dan weg. Kom terug naar voren. Doe je borstbeen ietsje omhoog. Kantel je bek onder je. In child's pose. Kom zitten op je hielen. Krul eventueel je tenen. Kan vrij veel stress brengen voor mensen. Dus voel even of je dat fijner vindt. Op een inademing breng je armen omhoog. En op een uitademing laat je ze gaan. Laat die schouder bij me zakken. En dan nog één keer adem in. Maak lengte. En adem uit. Laat ze gaan. Zet je jezelf weer op je billen neer. Als je het fijn vindt om even wat warms aan te trekken, doe dat. Kom dan liggen. Breng je knieën naar je toe. Sla je handen om je heen. Cirkel even over je rug heen. Geef jezelf een kleine massage. Spreid je armen. Breng je benen even naar de rechterkant toe. Als je meer wil, kijk dan met je gezicht naar links. En als je het fijn vindt, sluit je ogen. En op een uitademing duw je stuiven nog ietsje richting je hielen. Ga terug naar die ademhaling. Wees je bewust van je in- en uitademing. En bij je volgende inademing breng je knie opnieuw naar je borstbeen toe. Rol over die onderrug heen. En breng ze naar de andere kant. En dat kan per kant verschillend zijn. Heb je te veel stress? Leg even een kussen onder je knieën. Of breng je knieën iets meer naar beneden. Dan ben je weer bewust van die wervelkolom. Duw je staartbeen richting je hier. Voel de lengte die je zelf daarmee creëert. De ruimte die je zelf geeft. En adem in. Via je buikspieren duw je knieën terug naar je borstbeen. Leg je armen naast je handpalm omhoog. Strek je benen door in de laatste houding van deze les. En zet vast. Zoals ik nog even iets je schouders aanpassen, doe dat. Maak ze breed. Geen spanning op je nekwervels of even je hoofd niet te dragen. En loop dan heel rustig met je aandacht. Wervel voor wervel. Tot aan je natuurlijke holletje van je onderrug. Maak het zacht. Span je billen. Dij zwaar naar beneden zakken. Je kuit op de grond. De zachtheid van je voetzolen. En dan verleg je je aandacht naar je adem. En breng een inademing. De adem helemaal naar boven toe, naar de kruin.
uitademing laat je alle energie gaan naar beneden toe. Naar je handen, je voeten. En kijk of je de beweging van je adem kunt blijven volgen. Vaak willen we stoppen. Op het moment dat we stoppen met bewegen, neemt die adem het over. Hou je ankerpunt bij je adem. Misschien voel je dat er steeds meer van je lijf in die mat wegstapt. Voel je lijf steeds zwaarder worden. En neem steeds waar wat er gebeurt bij iedere in- en uitademing. Volg de inademing, begin je rustig te bewegen met je vingers, je tenen, van polsen, enkels meenemen. Als je het fijn vindt, rek je uit, gaap als je dat lekker vindt. Het een van je knieën richting je borstbeen bewegen. Jezelf omhelzen. En dan draai je door naar een van je zijkanten. Duw jezelf voorzichtig omhoog. En kom terug naar een voor jou comfortabel zittende positie. Leg je handen terug op je bovenbenen als je wil. Je vingers in mudra, duim en wijsvingers samen. Creëer opnieuw die lengte. Je handen samen voor je borstbeen. Open je ogen. Breng je blik naar voren. Lieve leden, dit was het voor vandaag. Namaste. Hou jezelf in beweging. Door te bewegen, beweeg je. Hou die positiviteit vast. We leven in zware tijden. Maar begin met lief zijn voor jezelf. Namaste en graag tot de volgende keer. Ja, super. Ja. Werd er zelf ook helemaal relaxed van. Ja, okay. Ik versprak me op.